heb ik nog een mp3 waarop ik sta met vrienden die samen aan het rappen zijn. Een bitch, een dj en een ho, je hoort mij roepen hey yo yo, het is waar ik begonnen ben. Die tijd, ik weet nog hoe het was, de moslimmeisjes in de klas, de ringtoon zoemde rond als bijen. Een jointje rook op het plein, graffiti spuiten op een trein, een lijntje kook om veilig vrijen. En op de laptop van mijn vader zag ik de pornofaaltjes staan. Ik was een kind en wist niet beter. En klikte niets vermoedend aan. Wat leefden ze eenvoudig toen met iPods, botox, weinig poen, slagerij, Ahmed van der Ven. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, alles werd gedigitaliseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven was met geer en goor en dubbel glas en elke avond goede tijden. Twee auto's lekker voor de deur, 's ochtends met een goed humeur, weer in de file rijden. En op de laptop van mijn vader zag ik mijn klasgenootje staan. Ik was een kind en zag nooit eerder dat vaders plasser kon gaan staan. De hangjeugd hangt wat bij elkaar en slaat bejaarden in mekaar en joelt wat mee met housemuziek. Ik weet het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me toch wat agressief. Ik heb hun vaders nog gekend, ze rapten mee met 50 cent. Ik zag hun moeders paal dansen. De tijd van toen die is voorbij en al wat bleef voor mij is een mp3 en herinneringen. En op het strafblad van mijn vader zag ik de kinderporno staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat een taakstraf zou volstaan. Debbie Soul. Somehow we have to make changes that the toxic chemicals from